Het ministerie van Volksgezondheid houdt nog steeds de cijfers van COVID-19-besmettingen in de gaten, zowel nationaal als internationaal. Er is de afgelopen periode een wereldwijde stijging van de COVID-19-gevallen geconstateerd. Ook het aantal ziekenhuisopnamen en sterfte ten gevolge van het virus toont een lichte stijging. Vanwege deze recente ontwikkelingen is het noodzakelijk de bevolking er wederom op te attenderen, de COVID-19-regels na te leven om een volgende uitbraak te voorkomen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren de onlangs gekozen CARICOM jeugdambassadeurs Matai Samuel en Fee King geïnstalleerd. Suriname kan zich met eigen jeugdvertegenwoordigers formeel aanmelden bij het secretariaat van de CARICOM. Dit betekent dat ze bevoegd zijn om nationale ontwikkelingen en uitdagingen die direct betrekking hebben op de jeugd onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en planners binnen de Caribische regio. Distriktscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost zegt in een terugblik dat Suriname, maar zeker ook de stad Paramaribo, veel ups en downs heeft gekend in het afgelopen jaar. Positief is zeker dat enkele mooie en vooral belangrijke projecten zijn geïnitieerd om de ordening, leefbaarheid en veiligheid van Paramaribo te vergroten. Volgens Bolla zal het goede werk ook in 2023 voortgezet worden. De nadruk komt vooral te liggen op vergroting van stedelijk groen en bevorderen van leefbaarheid in Paramaribo.